En dan zijn ze weg. Eigen klas, alle twee. Julien Bouw, Max Hobel, Kelly van der Kamp, Ivo Akkerman en Ronald Struik. Dat zijn nog wel twee rijders van Amazon. Dat is allemaal Ronald Struik voor me en Max Hobel. Kun je niet mee, meid? Van mijn 35, Ronald Struik ook in de eerste plaats. Ja, inderdaad. Die snijden we hier op de tweede plaats. En dan zullen we even kijken de derde plaats met daar de blok op de vloer van een rijder hebben gedaan. En dan zijn Lotte van Zandvoort volgens mij. Terwijl het achterin bereidt het Amazon op Lotte Kaas jagen. En het jagen is op Sam de La Fuente. Dat is ook zien. Een beetje de vloer in de vrije plaats met deze strijdende toeren. Terwijl Roerling nog steeds de rijder had toegedaan. Als eerste hier voor mij komt zitten van mij. En dat is allemaal de 102 minuten. En dan zijn we af. Dylan Postumus. Maar dan is hij op de tijd gezegd. Ik probeer het toch te halen tot het laatste stukje. 52 van de laatste 6 naar het punt gekomen. Ook boven 100 jaar. De centrale nummer 16 is allemaal rustig gekomen. Dan gaan we nog op dit moment. En dat is allemaal. Ik weet niet, maar ik hoor de 35 inderdaad. 35, maar nu wordt er eventjes. Die gaan ze even strijden met in de derde plaats. Met Frank Bollehoek of met het andere rijden met Gelder Hansen en Matthijs de Uyden volgens mij. Dat is hetzelfde rond hoor. Dat is Matthijs. Ja. En daar heeft het laatste stukje met in die derde plaats. Remo Wilson, Jorg Koolmans, Rosanne Stijzenberg, Max Bos, Sam Bloemendaal en Robin van Mol. Chef Herrijders, Sherman Goedemorgen, Dede van Goedemorgen, Riep Herrijders, Steven van en Voorts van de Burg. Met de achteraan die ten aarde komt aan 423 en dat is allemaal Riep Herrijders op dit moment. Aan de andere kant daar zijn Dede van Rijn, Kevin Stuyzen, Emi Hoel, Rolf Hartman en Adrien van de Hoogte. Staat is het voor mij verbonden van het moment op de eerste plaats. We hebben daar knieke behinden gezeten door de rijden op stil gedaan. Dat is allemaal, dat je het alles wel lekker goed zegt. 723 natuurlijk, Arjen van Ginsburg. Dan zou ik 1-0 fietsen.